Vandaag hebben we in onze Showbiz Update nieuws over Jef de Smet en zijn rol als Jan in Familie. Nora Gariep en Lotte van Wezenmaal zullen zaterdag niet dansen in Dancing with the Stars. Junior Plankaert wil iets kwijt over zijn boosterprik en Karen Dane kreeg een verrassend telefoontje. Al 30 jaar is Jef de Smet op VTM te zien als Jan van den Bossen in Familie. De acteur blikt in tv-blad terug op de evolutie van zijn personage. Vroeger was Jan echt een loser. Dat iemand als hij directeur kon zijn bij Van den Bossen Electronics was ongeloofwaardig. Ondertussen ziet het leven van zijn personage er helemaal anders uit. Altijd goedhartig, soms naïef. Jef heeft nog wel één tip voor de makers. Misschien zou er beter wat meer humor in Jan worden gestoken. Humor is het coronavirus allang niet meer. Nora Gariep en Lotte van Wezenmaal testen positief en zullen daarom zaterdag niet te zien zijn in Dancing with the Stars. Nora bracht de feestdagen door in Dubai en liep waarschijnlijk daar corona op. Dat betekent niet dat de wedstrijd voor Lotte en Nora is afgelopen. Volgens het reglement mag een kandidaat 1 aflevering missen door ziekte. Als de twee na hun herstel tijdig de repetities kunnen hervatten, is er geen probleem. Play4 liet weten dat ze rekening hebben gehouden met dit scenario. Junior Plankaert wil zich weer beter beschermen tegen corona en ging daarom zijn boosterprik halen. Dat deelde hij trots op zijn Instagram, maar daar kon hij wel op heel wat commentaar rekenen. Daar geeft hij nu een antwoord op. Ik heb er zelf voor gekozen om mij te laten vaccineren. Gaan we daarmee het virus wegkrijgen? Geen idee. Ik ga het niet promoten, maar ook niet afraden. Ik heb respect voor ieders keuze. Laten we vooral dat niet vergeten. Respect. En Karen Dame deelde eerder al een verontrustend bericht op haar Instagram. Op Vindend, een app waar je tweedehandskledij kan verkopen, werd ze opgelicht. Zo net opgelicht, geld kwijt en jas kwijt. Wat gaan jullie hieraan doen? Schreef Karen op Instagram. Vindend laat aan het laatste nieuws weten dat ze contact hebben opgenomen met haar. Ze zullen een onderzoek starten naar wat er juist gebeurd is. Tot zover het opvallendste showbiznieuws van de dag. Morgen houden we je hier weer up-to-date. Tot dan houden we je ook altijd op de hoogte via onze app en op onze website.